We kennen allemaal wel Mining Simulator. In die game moet je met een pickhouwwheel letterlijk gewoon steen hakken. Nou, deze game is een beetje een geüpgrade versie daarvan. Want in deze game hebben wij een megamachine die het steen voor ons gaat hakken. Letterlijk het enige wat je doet in deze game is je upgrade je zaag aan de voorkant, dat ronddraaiende ding. En je upgrade je machine. En op een gegeven moment krijg je echt megamachines. Ga naar allemaal andere werelden. Hier, je ziet het hier. Kijk. Holy moly, die machine ziet er echt sick uit. Zo te zien hebben wij hier plant. Die unlocken we op stage 3. Dus dit is een soort fabriek. Hier kunnen wij verkopen. Oké, hier hebben wij pets. Daar gaan we zeker weten meteen voor. Dan hebben wij teleports naar andere areas. Holy moly, er zijn nu al 4 areas. En wij beginnen bij Ridges of Rello Lewis. Oh, en hier kunnen we hem upgraden. Increase the number of spikes. Dus we kunnen het aantal stekels op die platwals ding kunnen we hoger zetten. We kunnen de number of spin circles, increase the size of the spikes, increase the rolling speed. Zullen we in één zo'n categorie echt heel ver uitbreiden? Dat we bijvoorbeeld 2 stekels hebben die echt extreem groot zijn. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is, maar we zien wel. Laten we maar gewoon beginnen. Dan zien we het allemaal wel. Ik vind het zeg maar er zo bruh uitzien. Zo lullig hoe iedereen in het karretje zit en gewoon een beetje rondcruist. Oké, nou ja, zoals jullie zien kunnen wij letterlijk net dit lichtblauwe hakken. Ik vind het wel sick deze animatie. Kijk, die blokjes gaan zo in de lucht en die worden opgezogen. Wat gebeurt als ik wegrij? Oh nee, ze komen gewoon. Oké, waar zijn... Oh, links staat onze backpack. We kunnen 960 houden. Yo, dit is best wel een toffe game. Ik vraag me af hoe uitgebreid het later wordt. Like, moeten we ook echt in tunnels of blijven we dit doen? Ik heb daadwerkelijk geen idee. Kom op, mensen. Jullie moeten het wel even clean afmaken. Wat is dit nou? Het ziet er toch niet uit. Je moet het gewoon clean afmaken. Hier, we moeten wel clean gaan eigenlijk. Ja! Kijk, dit is satisfying. Dit doet me heel erg denken aan Farming Simulator. Kijk, dit is heel satisfying. Alright, you reach the maximum load. Oh ja, de blokjes blijven wel liggen. En niemand anders kan die dus oppakken. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Come on, bro. You've got enough money to upgrade your miners. Let's go to the plant and see what it will bring to you. Your drill bit, maybe a bit out of date. Oh, mijn drill bit. Oké, maar we hebben dus gewoon 2k gekregen. Oh ja, je kan heel makkelijk geld verdienen. Unlock one plant products. What? Weet je wat, we spelen het spel wel gewoon. Alright, we gaan upgraden. Speed maakt mij niet zoveel uit. De increase the load. Ik wil eigenlijk eerst alleen de grote. Oh, dat is heel langzaam. Dat is echt heel langzaam. Oh, crap. Ik had beter de number of spikes kunnen increase. Kijk, ze zijn echt maar een stukje groter geworden. Holy moly. Wat is dit? Deze guy heeft een soort elektrische miner. Wat? Deze guy meldt echt gewoon. Die meldt het weg. Oh, kijk. Wij gaan ook sneller. Oh, ik ben ook nog steeds vol trouwens. Ik ben nu gewoon gratis voor hem aan het minen. Ja, shit. Alright, hier. Bam. We hebben 1000 gekregen. Dat is niet heel veel. Online rewards. Claim daily online reward. We hebben een grotere miner voor 1 minuut. Nou, daar gaan we even goed gebruik van maken. Misschien kunnen we de blauwe ook pakken. Ja, we kunnen de blauwe, maar dat gaat heel langzaam. Ik weet niet wat meer profitable is. We gaan wel dit doen. Hoppa, check dit. Holy moly, kijk hoe snel dit opvult. Nou, dan gaan we wel dit doen, want dit vult minder snel op en we hebben nog tijd. Alright, go, go. Go. Oh, kijk, je ziet ook echt die laagjes erop. Dat is heel satisfying. Kijk, je ziet een laagje er bovenop van wat je het laatst hebt gemined. Dat is heel satisfying. Alright, nog 13 seconden. We zijn bijna vol. Hierna zijn we vol. Nou, dan minen we nog wel even voor andere mensen. Zo aardig zijn we wel. Of misschien kan ik het zo meteen zelf oppakken. Hij gaat het oppakken. Hij gaat het oppakken. Er ligt zoveel. Ja, maximum load. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Had ik nou maar movement speed hoger gedaan. Cel... No! No! Oh, als hij op het laatste moment gaat draaien. Yeah, it's mine. It's mine. Let's go! Alright, yo. Dat is dan nog wel eventjes fijn. Hoppa, dan zitten we alweer bijna vol. Kijk, dat gaat hartstikke lekker. Laten we dan zo meteen... Nou, nee, we gaan trouwens niet upgraden. We gaan voor pets. Wat? Unlimited load. Oh, we hebben unlimited load. Damn, son. Maar dat is maar echt voor heel kort. Komt deze gast hier? Nou, nu heb ik niks. 20 seconden. Ik wil in ieder geval even hoger komen dan wat onze backpack echt is. Oké, 10 seconden. 8, 7, 6. Holy moly. We hebben 1,5k. Holy moly. Very nice. Hiervan gaan wij allemaal pets kopen, want dat is veel beter. Dat is letterlijk echt veel beter. Wat is dit? Get legendary pet and massive gold coins. Geef mij maar legendary pet voor 30 cent hoor. I'm good. Yo, hier. We hebben een mythic penguin. Yo,
Check dit. Recharge any amount to own during the event you can... Oh. Wat? Ik heb net betaald voor Mythic Penguin en ik krijg hem nu gratis? We hebben ook al een weekly challenge. Yo, let's go. Deze hebben we nu gehaald. Nou, bijna 2.000 muntjes. Even doen het lekker. We hebben heel veel meer lood. Of nou, tenminste... Ja, we hebben echt heel veel meer power. 1 upgrade is 2 power. Is het dan nog wel waard om nog een pet te kopen? I mean, het is maar 300. Alright, en we kunnen ook van deze met gems. Ik ga wel gewoon al mijn gems opmaken. I kind of don't care. We maken gewoon al deze gems op. En dan nog een penguin. Oké, deze is rare. Waar is de penguin? Oh, die is echt het minst rare. Nou, dan nemen we wel eentje hiervan. En daarna geloof ik het niet meer. Nou, nee, dit is rigged. Ja, deze geeft maar plus 6 power. Maar als het goed is, zijn we nu een stuk beter. Kijk ook die pets die zo als goden zo boven mij zweven. Staat toch nergens op? Heb jij wel eens miners met pets zien lopen? Laten we eventjes gaan upgraden. Ik weet niet of dit al de max upgrade is. Of dat het misschien met latere areas meer wordt. Ik heb geen idee. Laten we voor nu maar de number of spikes. We gaan wel gewoon alles. Totdat we allemaal hier zitten. Super strength hebben we nu. Bam, bam. Oh, die kunnen we nu niet meer kopen. Holy moly, kijk dit. We hebben nu echt veel meer spikes. En de spikes zijn best wel groot. En hij begint ook steeds... Wow, infinite vuur. Holy moly. Kijk, we melten letterlijk gewoon door dit donkerblauw heen. Dit is sick. Check dit, dit hebben we voor een minuut. Holy moly, ik kan gewoon stelen van andere mensen. Dat is toch sick? Hier, ik stop niet eens. Ik ga niet eens slow, maar... Holy moly, oh nee, we zijn vol. We zijn vol. Ik was niet aan het opletten, we zijn vol. Nee, ik heb echt zoveel van die power-up geweest. Ik had zoveel beter hier kunnen blijven. Of ik had eerder, we moeten toch backpack upgraden. Want je krijgt gewoon best wel vaak deze power-up. En die is nu gewoon geweest. We kunnen nog heel even snel gebruik van maken. Hier, nog eventjes snel door blauw. Want blauw is lekker veel waard. Ik weet nog niet of blauw je gewoon meer geeft of dat het gewoon meer waard is. Daar heb ik echt geen idee. Oké, oh hoppa, kijk. We krijgen heel veel loot. Achievement, claim, claim, claim. Oh, we hebben een soort koe gekregen. Holy moly. En we hebben... Oh, kijk. We hebben ook een increased, weet ik veel. Een of andere power-up voor een minuut weer. Alright, nou laten we dan maar even door het blauwe heen gaan. Ik krijg echt alleen maar power-ups. Maar mijn backpack is zo klein dat ik er niet heel erg veel aan heb. Ik heb er echt best wel weinig aan. Want hij is nu alweer vol. Jullie moeten gewoon stoppen met mijn power-ups geven. Ik krijg te veel. Ik krijg te veel. Maar wanneer kan ik nou meer geld verdienen per... Oh, kijk, daar is dynamiet. Wat zou dat überhaupt moeten betekenen? Bom. Oh, holy moly. Gewoon gratis spul. Zo, deze guy heeft echt een satisfying roller. Die heeft alleen maar hoeveelheid spikes gekocht. Die heeft alleen maar meer spikes gekocht. Dat is echt, echt heel satisfying. Want dat zit gewoon helemaal vol. We gaan wel gewoon number of spikes. Die gaan we heel vaak upgraden. Oh ja, en movement speed samen met backpack. Dat was ik helemaal vergeten, joh. Het belangrijkste is dat we nu een veel grotere backpack hebben. Even kijken, kunnen we makkelijk door het blauwe? Redelijk makkelijk. Oh, kijk dit. Unlock next stage. Oh, om de volgende stage te unlocken, moeten we 5000 lichtblauw hebben gemined. En 2500 donkerblauw. En we moeten in totaal 9.000. Oké, 9.000 is niet veel. Nou, dan maakt het niet echt uit wat we minen. Want ik weet nog niet of het ene meer geld verdient dan het andere. Maar we moeten het toch beide nog hebben. Dus het maakt niet zo erg veel uit. Hoppa, ik gun eventjes wat andere mensen. Want ik ben zo aardig hier. Ik gun andere mensen, die kunnen de blokjes lekker oppakken. Oh, we hebben ook weer een reward. Oh, en nu hebben we infinite storage voor een bepaalde tijd. Waarom claim ik die ook nu? Ik moet van tevoren kijken wat voor power-up het is. Oké, heel snel, heel snel. Dan kunnen we trouwens beter het blauwe. Want we gaan veel sneller door het blauwe. Of lichtblauw bedoel ik. Hier. Zo, go, 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 go. Infinite storage. 40 seconden. 40 seconden. Hier, we gaan zo. Dit is maximum efficiency. Zo. Hoppa, go, 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 go. We hebben echt betere movement speed nodig. We hebben ook increased power. Hoppa, nu gaan we sneller. Kijk dit, nog 20 seconden van de unlimited storage. Check dit. We zijn echt ziek ver boven onze storage. Dit is zo satisfying. Kijk hoe hoog deze toren is. Holy moly. Even snel, even snel, even snel. Go, 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 go. Oh my god. Bijna 5.000. Zie hoeveel er in mijn backpack zit. Alright, Cel, dit gaat echt zoveel worden. Oh, 5.000. Come on. Oké, we hebben toch wel betere pets nodig.
Alleen ik weet niet of dat het waard is in deze area. Dat weet ik gewoon niet echt. Dan doen we deze. Hoppa. En dan zijn we nu hier eerlijk op verdeeld. En check deze roller. Holy moly. Dit ding ziet er echt heel gevaarlijk uit. Het ziet ook best wel satisfying uit. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet echt heel fijn. Beetje hetzelfde gevoel als dat ik krijg bij een zeeegel. Dynamiet. Let's go. Als ik nu magneet zou hebben, hè. Yo, gimme, gimme, gimme. En we hebben ook bijna genoeg van de donkerblauwe. Wat betekent dat we bijna naar de volgende area kunnen. Wanneer kunnen we nou nieuwe mining machines unlocken? Ik denk gewoon in nieuwe werelden. Ik hoop dat het nog voor het eind van de video kan. Alright, we hebben nog maar... yes, we hebben genoeg lichtblauw. Oké, dan moeten we even alleen maar donkerblauw farmen. Dan zijn we good. Check dit. 3 power-ups active. Yo, we gaan echt even farmen komende halve minuut. Hoppa, hoppa. Ja, na die halve minuut heb ik niks meer aan die andere power-ups. Dat is een beetje jammer. Yo, ik pak het gewoon te sloom. Holy moly. Nog 2 seconden, dat is jammer. Andere mensen mogen gratis stuff. Hier, ik mine het even allemaal voor jou, aangezien ik nog de power-up heb. Hier, je mag het allemaal, bro. Je mag het allemaal. Ik ben echt een lieve speler. Hier, dit minen we ook eventjes, zodat mensen het allemaal lekker kunnen oppakken. Hij zit al lang vol, maar hij is nog steeds aan het minen. En dan kunnen wij nu naar de volgende area. Here we go. Oké, even de achievement claimen. Hier zijn we. We hebben ook een badge gekregen. Oké, 3, 2, 1. Oh, dit is een totaal nieuwe area. This is the miner. If its wheels don't spin fast enough or you feel too tired of running to and from repeatedly, you can just use a little money and the miner will run around for you. Oké, dus dit kan je unlocken en nou verkoopt die minecart dingen voor jou. Alleen het kost dus wel een beetje geld. Tenminste, als het mij winst geeft, vind ik het goed. Ja, hier hebben we dus nieuwe pets. We openen wel 3 van deze dingen. We hebben een epic salamander. Dat is zeer epic. Even kijken of we ook een legendary kunnen krijgen. We hebben een chameleon. Deze pets zien er zo wacky uit. Oké, nog eentje. En ik ga niet van de normale muntjes eieren pakken, want volgens mij zijn die echt heel slecht. Oké, pets. Even kijken. Deze is een stuk beter. Ik kan het niet zo inschatten. Weet je wat? We gaan gewoon minen. Kunnen we ook deze steen... Oh, dit gaat echt een stuk langzamer. Terwijl we zijn letterlijk gras aan het minen. Oh, kijk. Lekker dynamiet. We hebben dynamiet. Nee, hij gaat er sneller doorheen. Go! Pak het op. Free stuff. Dit voelt ook een beetje als Slithery of zo. Oh, kijk dit. De backpack vult zoveel sneller. Oké, we moeten echt gaan upgraden. En alsnog verdienen we niet zoveel. We hebben sowieso meer storage nodig. We hebben van alles meer nodig. Oké, dat is een nieuwe salamander. Die hebben we niet nodig. Alright, here we go. Nou, dan gaan we dit maar gewoon blijven minen. Die steen minen we ook wel eventjes. Or destruction. Dan doen we deze en deze. Zo, oh, check dit. Oh, dat ziet er zo sick uit. Oh, ik denk de number of circles is hoeveel rijen er zijn. Hoeveel spikes. Dat is het natuurlijk. Dat is dom. We moeten 10k van dit groene spul. En wij... Oh, we hebben nu al 1000. Oh, dat is echt makkelijk te krijgen. Oh, wat is dit? Oh, check dit. We hebben een upgrade. Oh, dat is nice. Maar onze backpack zit vol. Oh, dat is jammer. Dan ga ik nu niet deze claimen. Want dan, dan wordt onze backpack nog sterker. Of dan wordt onze backpack niet sterker, maar onze miner wel. En dan hebben we er niks aan. Want dat is juist nou het probleem dat onze backpack echt totaal niet groot is. We hebben even een infinite backpack power-up nodig. Die zou nu echt heel handig zijn. Want ik heb echt iets van 2 power-ups ready of zo. Alright, reach max load. Jee, maar we moeten echt onze load upgraden. We moeten alles upgraden. Achievement. Ja, geef alsjeblieft het geld. Ik heb het echt nodig. Yes. Alright, nu zijn we een stuk beter. Kijk hoe groot die spikes beginnen te worden. Oh, dat is oprecht echt satisfying. Ja, kijk, het gaat nu echt een stuk sneller. En movement speed moeten we upgraden trouwens. Kunnen we dit hele blokje gewoon minen? Met 1 backpack? Volgens mij wel. Ja, kijk, dat is toch wel even satisfying. Oh, nee, hij ligt nog. Ik vind het wel sick. Dit is een boot trouwens. Dat is wel cool. Alright, dan nog eventjes 1 keer upgraden. Volgens mij kunnen we eentje al max krijgen. Deze. Bam. Max level reach. Maar is dat dan max level voor deze area? Want ik kan niet voorstellen dat er 8 werelden zijn. En we zijn al bijna max voor alles. Dan kunnen we wel een nieuwe machine... Oh, dan kan je waarschijnlijk een nieuwe machine. En die kan je weer door upgraden. Wanneer je alles max hebt, kan je een nieuwe machine. Dat is het waarschijnlijk. Oh, nu ben ik ook gewoon hyped. Ik wil gewoon graag die nieuwe machine nu. Go, go, go. Mine. We hebben unlimited. Crap, ik zag het echt heel laat. Go. We hebben unlimited. Mine dit. Go. Oh nee, dat is het niet waard. Zoveel tijd geweest. Oh, kijk dit.
Ja, we hebben nu al de eerste requirement. Hebben we, zeg maar, nu al gekregen. Oh, dat is sick. Dat is sick. De eerste requirement hebben we nu al. Ik hak dit ook wel even allemaal weg, zodat andere spelers het lekker kunnen oppakken. Of ik zelf zometeen. Ik hoop echt dat niemand dit gaat oppakken. Dit is allemaal van mij. Dit is allemaal van mij. Ik ga denk ik nu maar. Want nu is er niemand. Jawel, er is wel iemand. Hij gaat het oppakken. Hij gaat het oppakken. No! Oh my god, dit is zo satisfying. Dit is zo satisfying. Yo, zo nog meer oppakken. Hij heeft vol backpack. En ik ben eerder. Hier, we pakken dit gewoon. Hoppakee. Hier, dit zijn gewoon een gratis aantal cells. Dat is heel lekker. Wacht, de eerste requirement hebben we niet gehaald. Oh, ik heb ook een stukje oranje gemined. Oh, dat is jammer. Oké, dan cellen we dit even. Kopen we heel snel backpack upgrades. Go, 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 go. Go, we hebben een halve minuut. Halve minuut. Waarom duurt dit zo lang? Purge successful. Kom op, ik ben nu verslaafd, mensen. Ik ben verslaafd. Max level reached. We hebben nu 3k. Alright, let's go. Let's go. Ja, oké, mijn miner is nog even white. Ja, dat maakt me niet zo heel erg veel uit. Weet je wat? Ik vind het zo wel mooi geweest. We gaan de laatste paar upgrades kopen. En dan zijn we letterlijk klaar met de miner. Hier, bam, bam. We kunnen promoten. Oh, en dat is aan het einde van de video. Dat vind ik een leuke cliffhanger. 50 gems. Shit, waarom heb ik zoveel gems uitgegeven? Dat is zo dom. Nou, here we are. Dit is de max level miner van stage 0.